Ruim 100 personeelsleden van de verschillende wijkkantoren van de districten Wanica, Para en Saramaka van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zijn gisteren begonnen met een driedaagse training. Eerst worden de medewerkers van het district Wanica getraind. Cindy Padji, hoofdopleidingen en vorming van SOSAVO, die de trainingen verzorgt, zegt dat vooral de vragenlijst bij de registratie wordt doorgenomen. En de cliënt ontvangt nog geen UMEP-uitkering. Zulke cliënten mag u en moet u ook registreren. U mag niemand wegsturen. Zolang de cliënt de drie bovenste documentatie bij zich heeft en een medische verklaring van de specialist, dan helpt u wel zo'n cliënt. En gisteren heb ik dus dan een vraag gekregen van DA Hoofd van Paramaribo. Die zegt tegen mij, of die vroeg mij, ik heb een cliënt gehad, een nieuwe aanvraag, de persoon is gekomen om zich ook te registreren voor de koopkrachtversterking. Maar de cliënt heeft me ook gevraagd of ik niet voor die andere uitkering van sociale zaken mag registreren. Ik heb er aangegeven, zolang de cliënt zich voldoet aan de criteria, dat wordt vereist bij een UMEP-uitkering en het huisonderzoek wordt gedaan, dan zie ik geen reden om de persoon af te wijzen. Padji legt verder uit dat personen die reeds voorkomen in het bestand van SOSAVO zich niet meer hoeven te registreren. Zij krijgen het automatisch. Ja? Ik snap ook dat we zwakke huishoudens cliënten hebben die zich hebben geregistreerd, maar zij ontvangen pas wanneer AKB wordt uitbetaald. Deze cliënten hoeven zich niet te registreren. Want het aantal, ik dacht 4000 zoveel, is al gestuurd naar de SPSB om dus hun kaart, hun monikata in orde te maken. De fysieke registratie zal in Wanica, Para en Saramaka simultaan beginnen op maandag 20 maart. Vanaf de start van de registraties in Paramaribo op 27 februari 2023 zijn er tot op heden 16 maart in totaal 19.917 registraties geweest, waarvan 11.311 fysieke registraties en 8.606 online registraties.